Solidariteit is belangrijk. Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt. En dat is een probleem in onze maatschappij. Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden. Wij zijn allemaal gewoon debielen die in de donker aan het testen zijn. Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben. Dat is echt wat telt. Kom aan, we gaan ervoor. Ja, en als je dat filosofisch bedenkt, zijn wij nog eens dubbel zwak als sector, omdat iemand die creëert, een creatieveling, die is op zoek heel vaak naar de connectie met publiek en die haalt zijn voldoening uit die connectie met publiek en wordt daardoor eigenlijk kwetsbaar in de onderhandelingen als het over centen gaat. Dus ook daar hebben wij een rol in te spelen. Meer als maar, manager. Want... Ja, ook. Ja. Ze hebben een manager enzovoort, maar die op de agenda wegen van wat dat er gebeurt, is wel belangrijk. En doe mij nog denken aan iets anders, waar je daar juist ook op zin speelde. Eigenlijk wordt ook permanent bij iedereen ingelepeld dat content gratiser wordt. En ik, VRT Max bijvoorbeeld, is een fantastisch product, heel goed uitgedacht van de Laplaces en teams. En Alvio en Franstalig bij hetzelfde, VTM Go. Maar als je daar verder over nadenkt, is dat eigenlijk een manier om iedereen te zeggen dat die content gratis is. Die content is niet gratis. Ja, maar hier mispakt je. Dat heeft puur te maken met tijd. Dat is gelijk met YouTube. In het begin was ook alles gratis, geen ads. En nu kun je geen seconde niet meer zien of krijg je 10 ads. Dus nu trekken die gewoon gebruikers naar hun digitale platformen. Binnen 5 jaar gaat dat vol met ads staan. Maar intussen tijd is die perceptie wel weer al gevoeld. En dat is belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Omdat onze inkomsten voor onze auteurs hangen daar wel vanaf. Dus er moeten inkomsten mee gegenereerd worden, we moeten daar een vergoeding voor krijgen. Maar dat is uiteindelijk het probleem van VRT Max, want die moeten nog steeds uiteindelijk dan zeggen, dat is zoveel keren bekeken afhankelijk van jullie rate, en dan moet VRT in dit geval maar zien dat zij rendabel zijn door hun minder ads. Ja, maar weet je wat er de facto gebeurt? De facto, ik vergelijk dat altijd met een oud huis. Sorry, VRT. Die vergelijking gaat niet helemaal op. Een oud huis waar dat je geen geïsoleerde ramen en deuren hebt. En die kelder staat daar in een brander, een chauffagebrander. F-pijl. En om de temperatuur op peil te houden, uw publiek aan te houden in een zeer concurrentiële markt, stookte meer en meer. En wat stookte? Content. Van wie komt die content? Van onze leden. Dan zeggen wij, ja, als je meer stookolie verstookt, dan gaan we meer betalen dan stookolie. Wat krijgen wij als antwoord? Ah, nee. De dotatie die wij krijgen van de Vlaamse regering, die stijgt niet. Gevolg, de creaties van onze auteurs worden meer en meer gebruikt. Muziekauteurs, regisseurs, scenaristen. Maar wat dat wij ervoor krijgen, stijgt niet. Oké, wacht. Ja. Maar op zich, dat content gedemocratiseerd. Even uitspreken. En dus er wordt meer en meer gebruik van gemaakt, wordt meer en meer gestookt, maar het bedrag blijft hetzelfde. Gevolg, je bent een jonge maker, je komt enkel op VRT Max, je hebt fantastische series, denk nu aan Roomies bijvoorbeeld, fantastische dames die een geweldig product maken, die goed bekeken wordt, maar als we kijken wat dat wij hun kunnen geven op basis van wat uiteindelijk betaald wordt, dan vind ik dat erg. Ik wil wel heel even kort zeggen, de cost of reproduction is wel een pak gezakt. En vroeger was een kijker meer waard, omdat dat ook exclusiever was en al dat soort zaken. Dus uiteindelijk die cost per view, om het heel simpel te zeggen, of per listen, zakt, is in zekere mate begrijpbaar en ook ergens logisch. Dus ergens volg ik daar wel. Maar ik vind wel maf waar het argument dan was van het oude huis in dit geval. En van ja, we hebben geen geld genoeg. Uiteindelijk, dat is hun probleem, nogmaals, als ze daar niet voor willen betalen. Maar daar wil ik even op terugkoppelen. Heb je dan dezelfde soort gesprekken met commerciële zenders? Want die kunnen het niet steken op hun dotaties. Ja, de commerciële zenders hebben het ook niet gemakkelijk gehad in de laatste jaren. De reclameinkomsten stonden onder druk enzovoort. Dat gesprek is wat anders, want als de commerciële zenders succesvoller zijn, komt daar gemakkelijker een stuk van terug. Dat is bij de publieke omroepen, ja, dat hangt af van die dotatie. Ze hebben ook wel reclameinkomsten, maar daar is het eigenlijk de Vlaamse overheid die zou eigenlijk moeten zeggen, wij willen de sector steunen, wij geloven in de creativiteit, het wordt meer gebruikt, dus wij gaan zorgen dat onze dotatie aangepast wordt, dat de VRT in staat is om zijn auteurs, vaak Belgische auteurs, op een correcte manier te vergoeden. Dat is wel vandaag complex. Weinig ruimte voor, begrotingsdiscussies enzovoort. Maar dat is eigenlijk helemaal niet complex. Dat is gewoon de reflex van als iets
meer gebruikt wordt en dat wordt gecreëerd door onze lokale creatievelingen en je gelooft dat wij een industrie zijn, een land zijn waar dat belangrijk is, dan moeten we zorgen dat die correct betaald worden. Maar elk probleem ooit in de samenleving kan dat argument maken en dan kunnen we allemaal elkaar 100% belasten. Dus op een bepaald moment moeten we wel keuzes maken, maar nogmaals, het financieringsmodel van de VRT is niet per se het probleem, om het zo te zeggen, van de auteur erachter. Dus daar moet wel een evenwicht gevonden worden. Ja. Dat vind ik wel, daar volg ik het wel. Maar dat per se hoger budget met Rolling VRT's kan. Nee, ik zeg alleen, ze moeten niet per se een groter budget hebben. Ze moeten gewoon verzorgen dat wat er gebruikt wordt van derden correct betaald wordt. Ja, het is gelijk de stookolie. Dat als je stookt. Ja, als jij meer stookt in je huis. Je gaat ook niet weggeraken met te zeggen tegen die leverancier, beste vriend, mijn loon is niet gestegen, ik heb wel meer verstookt, maar ik kan u niet meer betalen. Dat is niet oké. Die verantwoordelijkheid niet bij die dotaties liggen, want zij kiezen voor die marketingstrategie om het gratis te maken, om inderdaad bereik te creëren. Ja, dat is hun keuze, maar dan moeten zij daar ook voor opdraaien of betalen. Of wat nagel op de kop. Heel specifiek, VRT er niet bij is, maar VRT heeft daar maar een half... Geen sneltoets staan? Even FaceTime. Nee, maar ik wil gewoon even zeggen, ze hebben daar maar een half antwoord op, want VRT per definitie moet hun content wel gratis maken, niet overbelasten met advertenties, net omdat het vanuit de overheid komt. En dus ze zitten ook... Entertainment zitten, want dat heeft de overheid ook niks mee te maken. Ik wil voor hun ook wel even zeggen, los van deze problematiek, waar ze eigenlijk zelf tussen zitten, is het ook wel dankzij de verschillende omroepen en ook dankzij de VRT, dat er heel veel producties worden gecreëerd. Hè. Dus we mogen zeker niet doen alsof dat zij de boemannen zijn. De verschillende, of dat nu de omroepen zijn, leveren heel veel constructief werk, die heel belangrijk is voor onze auteurs. Alleen zijn de mechanismen waar zij ook slachtoffer van zijn, hebben gevolgen. En die gevolgen dringen zich door. En daar moeten we over nadenken en is debat voor nodig.